leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een naked shop blog voor jullie. Dit is wat ik heb ontvangen. Het is echt mega veel en groot. Dus laten we snel beginnen met de shoplog. Ik heb deze items opgestuurd gekregen, maar ik krijg er niet voor betaald. En ik heb een kortingscode voor jullie. Even kijken, met de code DELVER20 krijg je 20% korting op je aankoop. En het is 48 uur geldig. Ik zal alle items die je nu straks gaat zien in de beschrijving linken met de kortingscode. Dus check die even op het eind van de video. En dan gaan we snel beginnen met de shoplog. Ik heb als eerste hier... Ik weet niet meer wat het is. Oeh, deze vind ik echt heel erg leuk. Dit is hem. Kijk, dit is zo'n cardigan vestje. In het beetje taupe-achtig kleurtje. Echt super mooi. Lekker dik gebreid. Daar hou ik wel echt van. Ik hoop niet dat het een kriebelstofje is. En hij heeft hier dus van die knopen in het midden. Echt super mooi. Dus dit is het eerste item. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit een beetje leuk gaat staan. Dit is het eerste vestje die ik van zo'n soort heb. Ik heb hem in een maatje XS. Want Naked valt gewoon vet groot. Dus ja, dit moet echt wel passen. En mocht je benieuwd zijn naar de prijzen, dan zou ik dus even op de linkjes in de beschrijving klikken. Want die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Het tweede item is iets voor mijn zus. Dat is namelijk dit rode jurkje. Zij wou dit heel erg graag hebben. En hij is een beetje zo'n satijn stofje. Hij heeft namelijk van die pofmouwtjes. En het is een beetje zo'n wrap jurkje. Waardoor het een beetje moeilijk is om nu zo te laten zien. Maar dit strik je dus zo en dan heeft hij nog een grote band. Waardoor je het nog meer kan aanstrikken. Dus dit super schattige rode jurkje. Dan nog iets voor mijn zus. Namelijk deze pleated skirt. Yes, midi pleated skirt. In het beetje oud roze. Super schattig. Met deze band. Ik hoop dat ze hem past. Want mijn zus mocht wat dingen uitkiezen. Nou, het is gewoon eigenlijk zo'n midi skirt in het oud roze. En ik heb hem zelf ook in het zwart, maar oud roze is ook wel heel erg schattig. Hij heeft hier ook zo'n elastieke band, dus hij rijdt echt super chill mee, denk ik. Bij je middel en met een leuke witte crop top of zo en dan witte laars eronder is dat echt super leuk. Deze heeft ze ook in een maat 36 en dit is de artikelcode. Dan deze doos en ik weet wat erin zit. Ik moet zeggen, de doos is echt mega lang en groot. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik hoop dat ik ze pas. Kijk nou... Het zijn deze te vette cowboylaarzen. Als jullie mijn vlogs kijken, weten jullie dat ik dat echt heel erg vaak draag. Wauw. Ik heb ze namelijk ook in het wit en in het zwart. Die zwartjes is dan van Naked en nu weer een nieuwe van Naked. Hij heeft een beetje zo'n snake-achtig krokodillen printje. En hij is dus beige, wat ik zelf heel erg mooi vind. Met een zwarte blokhak. Ja, deze is echt zo mooi. Dit is de laars. Ik zal dit er even allemaal uithalen. Ik heb een maatje 39 besteld, dus dat moet gewoon passen. Dus die heb ik nu en daar ben ik heel erg blij mee. Dan komen we aan bij weer iets beige. En deze zag ik op de site. Volgens mij was hij ook nog eens in de sale. En ik dacht echt, oh, die wil ik. Superleuk jurkje is dit. Kijk, nou. Dit jurkje. Het is zo'n broderie-achtig jurkje. In het bruin zandkleur. En hier sluit hij aan bij de mouwen. Of bij je polsen, zeg maar. Maar wat ik zo leuk vind, is eigenlijk het model hoe die zat. Het lijkt een beetje op zo'n blazer dress. Maar hij heeft zo'n mooie V-hals en een riempje. Die in datzelfde steltje is. Ja, het is een beetje moeilijk laten zien, maar je ziet het wel in de aanbeelden. Dus ja, ik vond dit er gewoon super schattig uitzien. En ook gewoon voor na de zomer is dit gewoon super leuk. Jurkje. Ik heb hem in een maatje 34 volgens mij. Ja. Het volgende item is deze ripped mom jeans. Deze vond ik echt super cool. Kijk nou. Hij is lekker hoog, dus high-waisted, daar hou ik echt van. En verder gewoon zoals elke mom jeans. Hij heeft hele mooie scheuren. Ik hoop niet dat hij te hoog zit, waardoor je als je een boxer aan hebt dat ziet. Dus dan moet je maar gewoon een string aan doen of iets anders. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. En dit is ook super leuk met gewoon witte gimp of zo en een wit crop top of een blazer erboven. Dus ja, ik vind de broeken van Naked sowieso echt... top, ik hou ervan. De modellen zitten mij gewoon super goed. Dus ja, ik denk dat ik hier heel blij mee ga zijn. Even kijken. Deze heb ik in een maatje 36. Want broeken heb ik altijd gewoon mijn eigen maat. En de achterkant heeft gewoon nog normale zakken en geen scheuren. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. En de wassing vind ik vooral heel erg mooi. Het is echt dat, niet blauw-blauw, maar gewoon dat licht blauwige
qua wassing. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus deze Ripped Mom Jeans. Volgende item is dit koperkleurige jurkje. Ja, dat dacht ik al. Dit is wel echt een stofje die je goed moet strijken. Want anders zie je gewoon elk kreukeltje. En het is echt zo'n hard, ja, stofje. Ik kan het niet zo uitleggen. Ik ben niet zo heel erg bekend met alle stofjes en materialen. Als het maar fijn zit, vind ik het helemaal prima. Maar dit is het jurkje. En kijk nou hoe leuk. Ik vind dit kleurtje dus heel erg leuk voor, nou ja, na de zomer. Een beetje de herfstkant op. Hij heeft dus van die, ja, zo'n vierkante uitsnede bij de borst. Wat ik heel erg mooi vind. En zo'n pofmoutje hierboven. Volgens mij kun je hem zo dragen, maar ook zo. Ja, en verder is die gewoon aansluitend. En aan de zijkant is die nog een beetje opgetrokken, zeg maar. Maar met de aanbeelden ga je het best zien. Dus dit schattige jurkje. En aan de achterkant heeft hij hier nog een rits. Dus je kan hem denk ik gemakkelijk aandoen. Ik heb deze in een maatje 34. Ik hoop dat dat gaat passen. Want het is niet echt een rekstofje, maar we gaan het zien. En ja, ik vind het echt heel erg schattig, dit jurkje. Nou ja, en deze krijg ik dus totaal niet dicht in mijn eentje. Want dat gaat een beetje lastig. Maar volgens mij als hij eenmaal zit, zit hij echt super goed. Hij is alleen een beetje aan de korte kant voor mij. Ik wist ook niet dat hij zeg maar zo twee van die dingen heeft. Dus hier één en zo één. Ik dacht dat het gewoon één geheel was. Maar dit is dus twee delen. Maar ik denk dat als hij dicht zit en de BH-bandjes wegkijkt, zeg maar, wegdenkt, dat hij echt perfect zit. Alleen wel een beetje aan de korte kant, geloof ik. Maar goed, ik kan het nu niet echt realistisch laten zien, omdat ik hem niet echt aankrijg in mijn eentje. Maar het is wel echt een super mooi jurkje en hij schijnt ook niet door. Dus ja, ik moet het even aanzien als hij helemaal aan zit. Want dit gaat nu ook dit van mijn schouder af. Dat hoort gewoon zoals hier, dat dat blijft zitten. En de BH-bandjes weg, dan pas kan ik eigenlijk oordelen. Maar hoe ik nu zo zie, vind ik hem echt heel erg cute. Dan het volgende item. Zo, deze is dik. Deze voelt goed aan. Hier ben ik echt blij mee, want dit zocht ik echt eigenlijk al een tijdje. Dit is namelijk een witte blazer. Hij heeft pofmouwen. Zelf vind ik dat bij een blazer best wel gauw heel breed lijken. Dus als ik het niet mooi vind, kan ik het er misschien nog wel uitknippen. Nee, dat kan niet. Nou ja, dat zie ik dan wel. Maar ik vind het leuk om hem dan even kijken open te dragen. Dus ik doe hem even open voor het gemak. Oeh, heeft hij nou een vlekje? Hij heeft al wel een vlekje. Echt een mini hier. Maar goed, dat gaat er vast wel uit met de was. Maar verder vind ik hem echt super mooi. Het is eigenlijk gewoon een basic witte blazer die je altijd gewoon nodig hebt. En altijd van pas kan komen. Hij heeft hier nog voor van die zakjes. En ja, ik vind het gewoon echt super leuk bij ook die momfriend jeans. Momfriend, zeg ik het weer. Mom jeans met een witte crop top of zo en dan een witte blazer. Lekker groot. Volgens mij heb ik deze ook in de maat 36. Oh nee, ik heb hem in een 34. Ben ik wel blij mee, want hij valt heel erg groot. Het is ook een oversized blazer, dus daarom dacht ik, nou doe ik een 34, want dan valt hij al wel wat groter. En ik heb hem dus in de kleur wit. En hij is van de Has. Has keer Naked. Has. Geen idee, maar dat is die lijn. Dus heel erg blij met deze blazer. Oh ja, deze vind ik zo mooi. Dan dit zwarte topje. En deze was ook in de sale. Volgens mij was hij nog maar 18 euro of zo. En deze vind ik ook echt mega leuk met die mom jeans. Hij heeft namelijk mega grote pofmouwen. En verder is hij dus heel erg cropped, wat ik heel erg mooi vind. Het lijkt ook heel erg gekreukeld, maar dat is zeg maar een beetje hoe het hoort. En ja, ik vind dit gewoon echt amazing met die pofmouwen. Hij is dus off the shoulder, maar volgens mij kun je hem ook een beetje zo dragen. Maar ik vind dat juist off the shoulder heel erg leuk. Ik heb trouwens nu ook iets te witte foundation op, want ik ben op vakantie geweest en mijn foundation was een beetje te wit. Maar wat ik wou zeggen is dat het dus ook wel heel erg mooi is als je een beetje een kleurtje hebt, ook hier zo. Vind ik echt heel erg leuk, omdat hij lekker off the shoulder zit. Hij heeft hier ook zo'n band, waardoor hij volgens mij best wel strak gewoon hier blijft zitten en niet de hele tijd, nou ja, afschuift of zo. Dus dat is wel echt super chill, hij is lekker rekbaar. Maar dit vind ik echt een mega mooi topje en ik zie hem al helemaal voor me met de mom jeans. Ik heb hem in een maatje 34 en ja, deze top. Wat is dit dan? Huh? Kut, bikini. Bikini? Ik heb niet eens een bikini XL. Huh? Oké, ik denk dat hier iets fout is gegaan. Ik heb een bikini broekje gekregen in een maatje XL. Op zich, hij valt... Hij ziet er niet heel groot uit. Ja, voor mij wel. Ik ga hem gewoon aan mijn moeder geven.
Dus ja, deze bikini broekje in een maat XL in het donkergroen. Heb ik niet gevraagd, maar altijd handig. Maar is mij veel te groot, dus die geef ik aan mijn moeder. Heel apart. Ik denk dat dat per ongeluk erbij is gekomen bij mijn bestelling. Nou, mam, alsjeblieft. Oh ja, dan dit zwarte topje. Dit is ook weer zo'n crop topje. Maar dit vind ik ook weer heel erg leuk bij zo'n mom jeans of boyfriend jeans. Het is namelijk een off-shoulder topje. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij een beetje geplooid is aan de voorkant. Kijk, daar zo. En dat geeft gewoon een heel mooi detail, vind ik. En verder sluit hij gewoon heel erg mooi aan. Hij heeft verder geen flare mouwtjes of zo. Dus dat is gewoon allemaal aansluitend. Maar ik vind gewoon dat detail daar heel erg mooi. En heel erg leuk met een boyfriend jeans. Hij is ook heel erg rek. Dus dat is ook top. En ik hoop dat hij niet doorschijnt. Ik heb hem in een maatje XS. Dus dit superleuke crop topje. Wat is dit? Oh ja, deze wil ik al heel lang. En elke keer als ik hem wil aanvragen bij Naked is die uitverkocht. Maar nou heb ik hem. Ik denk dat iedereen deze al wel heeft in allerlei verschillende kleuren en maten. Maar ik heb hem nu ook gewoon een basic zwart topje in het zwart. Met one shoulder. Met een one shoulder. Hij sluit verder gewoon weer heel erg mooi aan. Verder eigenlijk is hij heel erg basic. Je kan het gewoon zien als een zwart shirtje. Een basic zwart shirtje. Maar dan heeft hij één schouder. Nou, dit vind ik gewoon echt zo'n basic wat ik nog in mijn kast wil hebben. Dus dit komt altijd van pas. Die heb ik in een maatje XS. Dus dit one shoulder topje. Je hebt hem ook in body. Ik ga ermee aan de slag. Nou, Siri. Je hebt hem ook in bodies, maar ik heb nu gewoon een shirtje. Dat vind ik op zich ook wel gewoon top. Oeh ja, dit is misschien nog wel het leukste wat erin zit. Want dit wil ik al heel erg lang en dit zoek ik ook al heel erg lang. Dit is namelijk een grijze mom jeans of boyfriend jeans. Geen idee. Maar eigenlijk gewoon heel simpel een spijkerbroek in het grijs. En dan een beetje zo'n mom jeans fit. Ja, hier ben ik heel blij mee. Ik heb er al één, maar die zit niet heel erg lekker. En die heeft heel veel scheuren en zo. Maar deze is gewoon lekker basic en altijd goed. Ik vind deze wassing ook echt weer prachtig. Dat grijs-zwarte. En hij heeft zilveren details. Vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. En ik heb een maatje 36. En zoals ik al zei, vind ik de Naked broeken echt top. Dus hopelijk valt deze ook gewoon heel erg goed. Ja, ik ben hier echt mega blij mee. Dus we gaan nu lekker alles passen. En jullie hebben dat al door de shots heen kunnen zien. Helaas zit deze broek echt te strak. Ik krijg hem gewoon niet dicht. En dat vind ik heel raar. Want ik heb echt van alle Naked broeken 36. En die pas ik ook gewoon nog. Dus ja, heel apart. Ik denk dat dit dan per ongeluk toch een 34 is. Of hij valt gewoon mega klein. Dus ja, als ik ooit weer even ga bestellen, doe ik een maatje groter. Maar anders was die heel erg leuk geweest. Maar het zit gewoon niet bij mij. Het zit gewoon veel te strak. Dan waren dit alweer de items. Nou, ik ga het zo passen. Maar jullie hebben het al kunnen zien hoe het staat. Ik hoop dat het gewoon allemaal goed zit. En dat de maten goed zitten. Nou, mijn moeder die heeft er een bikini broekje bij. En mijn zus heeft ook twee items erbij. Vind ik altijd wel leuk om ook gewoon dingen weg te geven. En dat bikini broekje was natuurlijk een beetje een geluk bij een ongeluk. Want die hoorde niet bij de bestelling. Maar vind ik niet zo heel erg. Want dan kan ik mijn moeder er ook mee blij maken. Nou, vergeet dus zeker niet de beschrijving te checken. Daar staan alle linkjes en de prijzen. En ook de kortingscode FLOOR20 voor 20% korting. Vond jij hem dan leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik echt mega leuk vinden. En dan was dit alweer de video. Ik ga een beetje dus stoppen met de shoplogs. Nou ja, stoppen is ook wel een heel groot woord. Maar iets minder, want ik heb echt heel veel shoplogs online staan. En ik wil weer wat meer de persoonlijke kant op. Dus Q&A's, mukbangs, weekvlogs en zo. Dus daar ben ik ook weer druk mee bezig. Dus dan weten jullie dat alvast. De shoplogs gaan gewoon verwerkt worden in mijn weekvlogs. Dus dat. Nou, doei!